Een goede middag. In de Hoge Venen woedt een grote brand. Er is al 170 hectare natuur verwoest. De inflatie daalt verder. Het leven wordt dus iets minder snel duur. De prijzen van voeding blijven wel hoog. En op het WK 3 tegen 3 basketbal hebben de Belgian Lions hun eerste wedstrijd gewonnen. ...170 hectare van de Hoge Venen staan in brand. De Hoge Venen zijn een groot natuurgebied in het oosten van België tegen de Duitse grens. Het vuur ontstond gisteravond en nam snel uitbreiding, aangewakkerd door een hevige wind. 140 brandweermensen bestrijden het vuur en proberen het in te dammen. Maar de brand is niet makkelijk te blussen, want de brandhaard ligt erg afgelegen. Hulpdiensten maken daarom gebruik van een blushelikopter en tankwagens rijden af en aan. De brand is in het moment onder controle, maar we hebben wel nog een vlammenfront. Die moeten we nog tegenhouden, maar die is heel zwaar te bereiken. En daarom hebben we ook de helikopter gevraagd van de politie. Dan hebben we daar kunnen met water van bovenaf effectief blussen. Hoeveel hectare zijn er getroffen op dit moment? Op dit moment zijn 170 hectare betrokken. Maar dat is wel in een zone van 200 hectare die wij effectief hebben beschermd. We hopen daar nog iets te kunnen redden, maar we hebben echt gezegd dat is de plaats die gestopt wordt om de brand onder controle te krijgen. Stef Meerberg, jij bent in Eupen. We horen dat cijfer, 170 hectare, maar wat betekent dat concreet? Hoe groot is die impact van dat vuur? Wel, Wim, je hebt het misschien gezien op de beelden. Het was een oppervlakkige brand. Eigenlijk zijn vooral die droge grassen die hier heel talrijk aanwezig zijn op die veengebieden, die zijn afgebrand. Maar het gaat dus om een oppervlakkige brand. Gelukkig heeft het tot half mei heel veel geregend. En die veengebieden hier die houden heel veel vocht bij. En dat heeft ervoor gezorgd dat die brand niet heel diep in de grond is kunnen doordringen. Nu, het is wel een relatief grote brand. 170 hectare is toch wel een vrij groot gebied. Toch even opmerken dat de brand in 2011 1000 hectare in de as heeft gelegd. Die was veel groter, maar 170 is toch niet min. En ook de ecologische schade is groot in het gebied hier achter mij. De brand ligt diep in de Hoge Venen, Ginder. Wel, in dat gebied daar broeden vogels. Dus ja, bij die vogels daar zullen er vermoedelijk toch wel geweest zijn die gestorven zijn. Bij die brand er zitten ook slangen, dus toch waardevol ecologisch gebied. En wat betreft de oorzaak, dan kijkt men toch wel naar menselijk gedrag. Een brand in een veengebied is niet zo uitzonderlijk. Heeft toch wel een natuurlijke oorzaak. Een bliksem bijvoorbeeld, die was er gisteren niet. Dus vermoedelijk zijn het mensen geweest die hier een illegaal vuurtje gestookt hebben. Dat mogelijk wel proberen te doven hebben, maar niet voldoende met de schade die we nu zien. En daarom hebben de verenigingen van natuurbeheer hier besloten om gevoelige delen van de Hoge Venen hier de komende dagen te sluiten voor wandelaars. Dus als je met het goede weer naar hier wilt komen wandelen, moet je nakijken of het nog toegankelijk is, het gebied. We luisteren even naar René Damen. Wij beslissen dat. Dus met mijn collega die de regio van Botrange-Baak-Michel heeft, hebben wij deze morgen gezegd dat wij de verschillende gebieden nu zijn gesloten en de rode wimpels staan om het goed te wijzen. Maar het zijn altijd nog vele gebieden waar je kunt wandelen. Stef, ja, we zagen die blushelikopters net in beeld. Kan je nog iets meer vertellen over de complexiteit van deze operatie? Want het is dus niet makkelijk om dat vuur te blussen. Ja, het is gewoon heel moeilijk, omdat die brand hier heel diep in natuurgebied ligt. Daar liggen geen waterleidingen naartoe. Dus al het water dat de brandweer nodig heeft om te blussen, moet aangevoerd worden vanuit Eupen. Je hebt inderdaad die blushelikopter die water oppikt vanuit een speciaal bassin van de civiele bescherming. Dat water moet vanuit Eupen komen. En ook zijn er tankwagens die af en aanrijden om de ploegen hier op het terrein te bevoorraden van water. Ook dat water komt van Eupen. Er zijn 140 brandweermannen hier op het terrein aanwezig, waarvan 100 Duitse. En zij proberen dat vuur dus in te dammen in een gebied van 200 hectare. 170 van die 200 zijn intussen aangetast. Het vuur is intussen onder controle, maar het zal vermoedelijk de komende dagen en uren toch nog wel wat moeite vergen om ervoor te zorgen dat dat vuur niet opnieuw begint te smeulen en op te flakkeren. Dankjewel voor je uitleg, Stef. We hebben op dit moment 35 vacatures openstaan op een personeelsbestand van 300. Dus dat is wel best een hoog aantal vacatures op dit moment. En we merken ook dat het langer duurt om die te kunnen invullen. Dus het is een moeilijke zoektocht. Het verhaal van één bouwbedrijf dat we kunnen toepassen voor de hele sector. Er blijft een groot personeelstekort in de bouw. Op dit ogenblik zijn er 14.000 vacatures die niet ingevuld geraken. Dat blijkt uit cijfers van de Bouwfederatie Embuild. Door personeelstekort raken de werken op veel bouwplaatsen achterop en kunnen aannemers bepaalde bouwplannen gewoon niet uitvoeren. We zijn op een bouwproject in Aalter dat ondanks een personeelstekort aardig op schema zit. Maar dat is niet overal zo. Uit onze laatste enquête blijkt dat 1 op de 5 werven vertraging oploopt of soms zelfs niet begonnen wordt, omdat we schreeuwen om mensen. En als we te weinig mensen hebben, kunnen we al onze bouwwerven niet tijdig of we soms in uitzonderlijke gevallen zelfs niet uitvoeren. Het is geen nieuwe boodschap uit de sector. Al jaren is er volk te weinig, vooral bij de bouwvakkers die op de werven staan. Maar ondanks alle inspanningen betert het niet. We doen allerlei campagnes om jongeren warm te maken voor de bouw. We betalen heel goed, maar het is natuurlijk tegen de stroom inroeien, want er is weinig talent. Dus het probleem is inderdaad zeer groot en zeer structureel. De bouw zoekt al jaren mensen, ook in het buitenland, en werkt ook samen met de VDAB om mensen zonder baan hier om te scholen. Meer en meer gebeurt dat ook bij de bouwbedrijven zelf. Maar ook dat heeft een keerzijde. Dat is niet evident altijd, want dat zet wel wat druk op onze organisatie. Vergt meer energie, en ook voor de mensen die in dienst zijn. En moeten zij dan energie daarin steken, tijd in steken, om te zorgen dat die mensen kunnen opgeleid worden. Want kwaliteit is natuurlijk nog altijd heel erg belangrijk voor ons. In tijden met extra werk in de bouw, bijvoorbeeld om ecologisch te bouwen en te verbouwen, komt een personeelstekort bijzonder ongelegen. Nog meer inzetten op technisch onderwijs en gepaste opleiding is de boodschap. Inderdaad, een warme oproep aan degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn om te zorgen dat er zowel voor de technische profielen, de bouwprofielen, als voor natuurlijk anderen, dat we daar kwaliteit krijgen en dat we als sector en als economie daar toch op kunnen verder bouwen. De inflatie, dat is het cijfer dat weergeeft hoeveel duurder het leven wordt, is in mei wat afgenomen tot 5,2%. In april bedroeg het inflatiecijfer nog 5,6%. En wie daar alles van weet en ons dat kan uitleggen, is Michael van Drogenbroek. Kunnen we daarmee zeggen, Michael, dat de tijden van de hoge inflatie stilaan voorbij zijn? Ik zou er voorzichtig mee zijn. Misschien eerst om te beginnen, Wim. Dus die 5% wil zeggen dat het leven in mei 5% duurder is dan in mei vorig jaar. Dat is wat dat cijfer weergeeft. Dat is inderdaad een daling ten opzichte van vorige maand. Dat is ook een flinke daling ten opzichte van zeker het najaar. Als we zo eens terugkijken naar de voorbije jaren, ja, dan heb je inderdaad die opstoot die toch al een tijdje aan de gang is. En zitten we nu op het niveau het laagste in 1,5 jaar. Dus op dat vlak is die inflatie inderdaad in dalende lijn. Zeker in vergelijking met die piek van in oktober, meer dan 12%. Maar, en dat is dan het minder goede nieuws, 5% inflatie is nog altijd veel te hoog. Dus op dat vlak, het neemt wel af, maar het neemt niet echt in die mate af dat je echt een vreugdedansje kan doen. Ja, en hoe komt dat dan? Want de energieprijzen, dat waren, hoorden we altijd de oorzaak voor die toenemende inflatie. Maar die energieprijzen zitten terug op een normaal niveau, zelfs bij de laagste van Europa nu, zag ik. Hoe komt dan dat de inflatie toch nog hoog blijft? Dat is het pijnpunt meteen, want de oorzaak van die heel hoge inflatie in het najaar was er die energieprijzen, maar die zijn inderdaad weggevallen. Dus de oorzaak is weg, maar die hoge inflatie is nog niet helemaal weg. En dat komt vooral door die hoge voedingsprijzen, die wel fors blijven stijgen. En dat telt fameus door? Ja, bijna de helft van die, meer dan de helft van die inflatie, ruim de helft van die inflatie, is de oorzaak daarvan zijn de hoge voedingsprijzen. Die zitten aan meer dan 15%. Dus dat wil zeggen dat voeding 15% duurder is dan een jaar geleden. Het lichtpuntje daar is dat dat ook iets aan het afnemen is. Ja. Maar dat blijft echt wel het zorgenkind, hè. Die voedingsprijzen die blijven waanzinnig snel stijgen. Zeker in vergelijking met een jaar geleden. En wegen echt gigantisch door in die totale inflatie. Dus op dat vlak zijn die zorgen nog niet voorbij. Maar die zijn nu gewijzigd naar de voedingsprijzen die toch echt het zorgenkind zijn. Laten we hopen dat de volgende maanden dat dan ook wat afneemt. Dank je wel, Michael. Leerkrachten en schooldirecties moeten nog erg veel tijd steken in administratie. En een deel daarvan is eigenlijk overbodig. Daarom worden meer dan 100 artikelen in de onderwijswetgeving geschrapt en krijgen scholen een lijstje met enkel die documenten die ze echt moeten bijhouden voor de onderwijsinspectie. Er komt ook een wettelijk vermoeden dat de leerkracht goed werk aflevert. Dat beschermt scholen beter tegen juridische klachten. Dat moet van Brussel, hoor je in veel scholen. Met een affichecampagne wil de minister van Onderwijs komaf maken met administratieve mythes en duidelijk maken wat echt moet. Om die boodschap heel duidelijk mee te geven dat er bepaalde administratieve formaliteiten uiteindelijk vandaag bestaan, maar die niet wettelijk vereist staan. Bijvoorbeeld, niet alles, niet elke toets moet in het leerlingvolgsysteem opgenomen worden. Bijvoorbeeld elke bijles die ik geef aan mijn leerlingen, en dat zijn er best wel wat, ja, daar moet ik ook altijd een klein verslagje van maken. Gewoon om dat bij te houden. Om aan te tonen van, kijk, ik heb bijles gegeven aan die leerling. En dat vind ik eigenlijk overbodig. Dat gaat zeker helpen om ons te focussen op wat we hier eigenlijk echt aan het doen zijn. Ja, daar ben ik van overtuigd. Het lesgeven zelf is eigenlijk onze bijshop geworden. Dus ook deze verplichting om nog op papier bij te houden, ja, dat hoeft eigenlijk ook niet. Papieren stapelen zich op in de archieven van de school. Scholen doen het ook om zich te wapenen tegen juridische klachten over het eindresultaat van leerlingen. Daarom komt er een vermoeden van deskundigheid van de leerkracht. Wij geven duidelijk signaal, als je leerkrachten wil waarderen, dan moet je ook het oordeel van de leerkrachten waarderen. En wij zeggen heel duidelijk, wij gaan er altijd van uit dat de klasraad juist heeft geoordeeld. En diegene die het daarmee niet eens is, die moet bewijzen dat de klasraad fout heeft geoordeeld. Dat is een omkering van de bewijslast. Ik hoor het graag en ik ben zeker de idee genegen. Maar ja, advocaten zijn toch wel rare mensen. Dus ik vrees dat zij zo ook wel zaken gaan vragen aan de school. Niets meer bewaren, dat gaat niet gaan. Scholen kunnen ook zelf planlast schrappen met de hulp van een planlastcalculator. Allemaal maatregelen om leerkrachten meer tijd te geven om les te geven. Ik hoop dat ik daar na vandaag dan uitgebreid verslag ga van krijgen van het overleg. Nee, verslagen gaan we niet meer doen. Mondeling mag ook, mondeling mag ook. Bij de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in ons land zijn niet 32 doden, maar 36 doden gevallen. Dat hebben de openbare aanklagers vanochtend op het Assize-proces gezegd. 4 dodelijke slachtoffers meer dan wat meestal wordt vernoemd. Het gaat om mensen die gewond raakten bij de aanslagen, maar pas later overleden zijn. Op het proces zijn nu de pleidooien gestart en daarmee is de laatste rechte lijn ingegaan naar het beraad van de jury over de schuldvragen. De openbare aanklagers komen als eerste aan het woord. Hun vraag om het aantal dodelijke slachtoffers uit te breiden van 32 naar 36 betekent veel voor de nabestaanden, zegt de advocate van Shanti De Corte. Deze jonge vrouw kreeg vorig jaar euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden. Shanti De Corte was met haar school aanwezig op de luchthaven in Zaventem, zou op Rome-reis vertrekken als de bommen ontploffen en heeft daar zeer zware psychische schade, een posttraumatische stressstoornis, aan overgehouden en heeft dan 7 jaar later besloten om voor euthanasie te kiezen. Psychisch lijden kost mensenlevens en dat wordt door die herkwalificatie van pogingmoord naar moord zou dat een heel belangrijke erkenning zijn voor de cliënten. Voor het eerst sinds het begin van het conflict met Oekraïne is de Russische hoofdstad Moskou zwaar aangevallen met drones. In totaal waren er 8 drones geladen met explosieven, maar ze werden allemaal uitgeschakeld door de Russische luchtafweer. De brokstukken van de drones kwamen neer in en rond Moskou, een paar zelfs niet ver van het buitenverblijf van de Russische president Poetin in Novogarjovo. Volgens Moskou zit Oekraïne achter de aanval, maar dat land ontkent betrokkenheid. De inwoners van Moskou en de rand worden vanmorgen opgeschrikt door laag overvliegende drones. Het lijken drones die in gebruik zijn bij het Oekraïnse leger. In totaal zijn er minstens 8. Alle drones worden volgens de Russische overheid geneutraliseerd met luchtafweer of elektronische maatregelen. Sommige brokstukken komen wel terecht op enkele appartementsgebouwen. 4:15, 4:30, очень сильный хлопок, даже взрыв. Аж, не знаю, подскочили с супругой. Volgens Moskou is de aanval een reactie van Kiev op de Russische aanvallen op Oekraïne. Kiev ontkent iedere betrokkenheid, maar voorspelt wel dat er nog meer aanvallen zullen komen. Met die droneaanvallen is de oorlog in Oekraïne wel voor de eerste keer naar Moskou gekomen. De inwoners van de Russische hoofdstad hadden tot nu toe de gevolgen van de oorlog nauwelijks gevoeld. Ook de Oekraïense hoofdstad lag vannacht opnieuw onder vuur voor de derde nacht op rij. 20 Russische drones werden neergeschoten. Dit gebouw werd getroffen door brokstukken. 1 persoon kwam om het leven, 4 anderen werden gewond. De nervositeit is groot in zowel Oekraïne als Rusland door het nakende tegenoffensief van het Oekraïense leger. In het noorden van Kosovo zijn 30 militairen van de NAVO-vredesmissie KFOR gewond geraakt. Ze probeerden woedende Serviërs te verhinderen om gemeentehuizen te bestormen waar pas verkozen Albanese burgemeesters hun intrek wilden nemen. Serviërs hadden de verkiezingen geboycott. Woedende Serviërs gaan hevig tekeer tegen NAVO-soldaten die het gemeentehuis van Svečan in het noorden van Kosovo proberen te beschermen. 11 Italiaanse en 19 Hongaarse soldaten van de NAVO-vredesmissie raken gewond door aanvallen met brandbommen en andere projectielen. Volgens de Servische president Vučić zijn ook ruim 50 Servische betogers gewond geraakt. Vučić heeft Serviërs in buurland Kosovo nu opgeroepen om geen NAVO-soldaten aan te vallen en belooft hen niet in de steek te laten. Pozivam Srbe na Kosovo i Metohiji, znam kako se osjećaju i koliko im je teško. Da ne ulaze u sukob sa NATO-om, ne zato što sam ja uplašen ili zato što je bilo ko od nas uplašen. Nemamo niko od nas ništa lično da izgubi, već zato što je to ono što Kurti najviše želi. De grote westerse landen veroordelen het geweld en samen met de NAVO roepen ze zowel de Serviërs als de Albanese in Kosovo op tot de-escalatie. Koningin Mathilde heeft vanmiddag een eredoctoraat gekregen van de Universiteit Hasselt. Die onderscheiding geeft de universiteit haar niet voor academische prestaties, maar wel voor haar sterke maatschappelijke betrokkenheid en haar inzet voor mentaal welzijn van jongeren. Koningin Mathilde zet zich onder meer in voor de Koning-Boudewijn-stichting, Child Focus en UNICEF België. Het is nog maar de tweede koningin in ons land die een eredoctoraat krijgt. De vorige keer was bijna 100 jaar geleden toen koningin Elisabeth eredoctor werd aan de KU Leuven. In haar toespraak loofde de koningin, Mathilde dus, zelf het werk van de vrijwilligers in onze samenleving. Wie zich belangeloos inzet voor de ander of voor de samenleving, zij het in de zorg, het onderwijs, de sport, de culturele sector of voor het algemeen welzijn, verdient alle lof. Vrijwilligerswerk is niet alleen verrijkend voor de vrijwilliger zelf, maar zorgt vooral ook voor sociale verbinding. Straks stellen we u voor aan de nieuwe jonge tekenaar van de iconische stripfiguur Jommeke. Na 2 jaar opleiding heeft hij het 315e album getekend. Hoe dat eruit ziet, ziet u wat beter na de sport. Maarten, jij begint met basketbal. Ja, dat is omdat het WK 3 tegen 3 is begonnen, Wim. En voor de Belgen zelfs uitstekend begonnen. In hun eerste wedstrijd in Wenen, in Oostenrijk, want daar vindt het plaats, versloegen de Belgian Lions, 6e van de wereld, Israël, dat 16e op de wereldranglijst staat. En de nieuwkomer, Dennis Donkor, was man van de match. Must-see TV, ofwel Thibaut Vervoort, is in afwezigheid van Nick Selis het speerpunt bij de Belgen op dit WK. Maar ook De Valk was er vorig jaar al bij en hij maakt het eerste punt voor België. Israël staat 10 plekken lager op de wereldranglijst, maar de partij gaat gelijk op. Gelukkig kan België rekenen op een sterke Donkor. Daarvoor staat hij in het team. Na een wat zenuwachtig begin nemen de Belgen dan over. En makkelijke dunk. Ze gaan een time-out in bij 14-9. Wie het eerst 21 haalt, wint. België blijft op voorsprong met ook een sterke Brian de Valk. Maar Israël komt toch nog terug in de partij. Sjoegba, geen 2-punter tegen. Ai, hij mag vrij baan. Ja, ook de vrijworpen zijn gevaarlijk natuurlijk. Donkor, Donkor, ja, ja, ja! Dennis Donkor, wat een WK-debuut. Hij is goed voor 10 punten. De eerste winst is binnen voor België, 21-18. Straks volgt de tweede groepsmatch. Op Roland Garros, het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar, heeft de nummer 1 van de wereld, de Spanjaard Alcaraz, makkelijk zijn eerste wedstrijd gewonnen. Dat was ook te verwachten tegen een kwalificatiespeler. En de Spanjaard die staat comfortabel genoeg op het tennisveld om het publiek te entertainen met onder meer een bal rond de netpaal. En wat later pakt hij ook nog uit met dit fenomenale dropshot. Alcaraz laat zien dat hij zonder Nadal een van de topfavorieten is straks voor de titel in Parijs. Wie in dat lijstje al zeker geschrapt mag worden, is Dominic Thiem, hier onderaan in beeld. De Oostenrijker die 2 keer de finale speelde, is sinds een hardnekkige polsblessure al een hele tijd op de sukkel. De ex-nummer 3 van de wereld staat nu pas op plaats 92 en verliest zijn openingswedstrijd in 5 sets. En deze editie van Roland Garros is absoluut geen succes voor de Belgen. Ook Isaline Bonaventure gaat eruit in de eerste ronde. Ze verliest met zware 6-2 en 6-0 cijfers van de nummer 56 van de wereld, Blinkova. En Elise Mertens is zo de enige Belg die nog in het toernooi zit. Zij speelt morgen in de tweede ronde. De oorlog in Oekraïne blijft ook in de tenniswereld een thema. Vooral in het vrouwencircuit zijn er spanningen. Zo weigerde de Oekraïense Kostjuk zondag een hand te geven na haar wedstrijd tegen de Wit-Russin Sabalenka. En nu heeft de Oekraïense Elina Svitolina een oproep gedaan om minder te praten over de oorlog, maar vooral om meer te doen voor de bevolking. Svitolina is de gewezen nummer 3 van de wereld en speelt haar eerste Grand Slam-toernooi sinds haar zwangerschap. Ze won haar eerste wedstrijd trouwens en daarna deed ze een oproep aan de tenniswereld. There's so many things that we can do and help in different ways. You can donate a couple of dollars might help and save life. Or donate your time, you know, to something to help people. You know, we're missing the main point of all of that and talking about nothing, you know. Well, here, empty, completely empty words, not helping. Ja, stevige boodschap, hè. En over een half uur ongeveer hier live op in de tweede wedstrijd van dat WK 3 tegen 3. Dan spelen de Belgian Lions tegen Litouwen. Oké. Dank je wel, Maarten. In Antwerpen is een nieuwe tekenaar van stripfiguur Jommeke voorgesteld. Dieter Steenhout is 25 en winnaar van een wedstrijd om bij het Jommeke-team te mogen komen als tekenaar. Na 2 jaar oefenen is zijn eerste album uit, Rare Vogels. En wij konden het alles inkijken. Ik ben eigenlijk al van kinds af aan grote fan geweest van Jommeke. Dus het is eigenlijk echt wel een jongensdroom om nu uiteindelijk met dat figuurtje eigenlijk aan de slag te mogen gaan. Dieter Steenhout was nog maar net afgestudeerd toen hij 3 jaar geleden werd aangenomen als nieuwe tekenaar van Jommeke. Hij kreeg een intensieve opleiding waar hij veel van geleerd heeft. Wat mij verbaasd heeft, is dat het eigenlijk niet zo heel eenvoudig was om toch wel keer op keer hetzelfde personage te tekenen. Want je moet er elk prentje hetzelfde uitzien, hè. Eigenlijk ga je dus eerst aan de slag met basisfiguren en daaruit ga je eigenlijk gaan verfijnen tot wanneer dat je de details erop aanbrengt, zoals hier een oogje of een neusje en dan de mond. Jommeke moest Jommeke blijven, maar Dieter heeft er hier en daar stiekem een eigen accent aan toegevoegd. Wel, ik heb er een aantal nevenpersonages in gestoken. En een van de nevenpersonages is mijn opa. Die weet het nog niet, dus die zal straks verschieten. En die staat... wacht, eventjes zoeken. Die staat hier. Het was mijn eer om met de personages van Jeff aan de slag te mogen gaan. En ik hoop dat er heel erg van geniet. De weduwe van bedenker Jeff Nijs krijgt het eerste exemplaar van Rare Vogels overhandigd. Het is opnieuw een strip met grappen op 1 pagina, net zoals het allereerste Jommekesalbum. Ik vind dat hij de Jommekestijl in de vingers heeft. Hij doet het heel goed. Ik zeg, moest mijn man het zien, hij zou heel tevreden zijn. Waarschijnlijk had hij toch een paar opmerkingen, maar dat had hij altijd. Hij was heel streng, maar hij zou zeker geslaagd zijn. 170 hectare van de Hoge Venen staan in brand op dit ogenblik. 140 brandweermensen bestrijden het vuur en proberen het in te dammen. Dank voor het kijken. Fijne dinsdag verder. De brand is in het moment onder controle, maar we hebben wel nog een vlammenfront. Die moeten we nog tegenhouden. Vermoedelijk zijn het mensen geweest die hier een illegaal vuurtje gestookt hebben. Dat mogelijk wel proberen te doven hebben, maar niet voldoende met de schade die we nu zien. Verschillende gebieden nu zijn gesloten en de rode wimpels staan om het goed te wijzen. Het zal vermoedelijk de komende dagen en uren toch nog wel wat moeite vergen om ervoor te zorgen dat dat vuur niet opnieuw begint te smeulen en op te flakkeren. SOS of gewoon een vraag? VRT Nieuws helpt je op weg met jouw belastingaangifte. Ontdek er alles over in de app van VRT Nieuws.